Yo, wat up gasten van deze game, welkom bij een nieuw video. Vandaag checken wij alle F1 beelden die uit zijn als laatste. Want iedereen heeft al gedaan en dan gaat er geen hond naar kijken. Want iedereen weet het waarschijnlijk al. Maar dat maakt niet uit. Verheug je, verheug je. Laat de intro maar spelen, let's go. Check this. Oké, mensen, we gaan beginnen. En we beginnen met Formule 2. Jazeker, je start de Formule 1 2008 met Russell, Albon, Nick de Vries, Lando Norris. En nog veel meer grotere namen. Dan ga je in 2019 naar Formule 1. Dat vind ik al fucking vet. Maar wat ze vervolgens nog meer hebben gedaan, is dat je rivalen mee gaat nemen. Dus er komt een totaal andere grid. Het wordt meer verhaallijnachtig. En waar doet je dat aan denken? Precies, de Journey. Journey van FIFA, heel groot succes. En dat hebben ze nu ook toegepast in de Formule 1 game. Ik persoonlijk vind dat fucking vet. Er komt meer verhaallijn in. Veel meer stuff. Je kan... voor online kan je een trophy case. Dus dat is een soort van muur met allemaal prijzen. En dat kan je dan mensen laten zien. Een soort van... hey, kijk wat ik nou heb gedaan. Deel het via Twitter of zo. Zoiets alleen dan... meer, toch leuker. We komen zo meteen nog over misschien auto's die je aan kan passen. Oeps, misschien te veel gespoilerd. Maar in ieder geval, Journey, je gaat rivalen meenemen. Je gaat heel lang door. En het leuke van deze games is, wat ze vroeger nog niet hadden, is dat het echt doorloopt. Dus het is niet elke keer 2019 herhalen, maar het is van 2018 naar 2019 naar 2020. Tot en met je pensioen als meervoudig wereldkampioen. Hier zien we ook nog die beelden, mensen. Oké, mensen, ben ik weer. Jullie hebben er geen last van. Maar ik werd even gevraagd om een pizzatje te eten. Ik ga door. Game ziet er fucking vet uit. Journey wordt fucking vet, mensen. Geloof me. Het wordt een leuke game. Mensen gaan het heel lang volhouden om dit te spelen. Want het wordt elke keer anders. En jullie gaan ook zeker veel van ons zien. Mocht de game uitkomen van Jason en Jordi. Misschien ook bij Michael. Hier komen we bij het volgende puntje. Multiplayer customization. Dit betekent, je kan kleuren aanpassen online. Dus wanneer je online bent, kan je kleuren aanpassen. Je kan, zoals je ziet daaronder, die Red Bull is heel mooi. Verschillende kleuren, je hebt heel veel verschillende dingen met, kleuren, verschillen en liveries die je online kan downloaden. En dit kennen wij natuurlijk van 2 jaar geleden, waar dat geïntroduceerd werd, 2017. En dat zijn de oude Formule 1 games. En ook hier zien de graphics er heel goed uit, mensen. Fucking vet. Hier zien we nog een keer waarmee we ook de video zijn begonnen. En waarmee we ook de video gaan eindigen. Lekker kort duidelijk. Ik ga niet 13 minuten lang of 20 minuten lang een video volhullen. Wat ook in 3 minuten kan. Journey. Multiplayer customization. Je kan je handschoenen aanpassen. Je kan je helm aanpassen. Je kan je pak aanpassen. Al die dingen zijn allemaal nieuw. Fucking vet dus. Kijk het zeker. Check het zeker. Bij nieuwe updates maak ik over een paar weken nog een video. Dit is een late, maar zeer belangrijke korte update. Dat je lekker alles weet. Kort en makkelijk uitgelegd. Let's go mensen. Jullie weten als het goed is nu alles. Mocht er de vraag zijn... laat in de reactie achter en ik zal het beantwoorden. Bedankt voor het kijken. Beloon met een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker. Bijna 500 abonnees. En dan zie ik jullie later. Mazzel.